Hallo kijkers van Harm en Frodo en welkom bij alweer een gloednieuwe video in 2022, als ik hem dit jaar afkrijg. Flauw. Ik heb een ontzettend goed plan. Zoals jullie weten zit Netflix op dit moment een beetje in trouble, want eigenlijk alle licenties van films en series raken ze kwijt, dus het enige waar ze nog op kunnen rekenen is voor abonnementen is hun eigen productie, de Netflix Originals. En zelfs daar wordt niet ontzettend veel naar gekeken. Veel mensen gaan naar de concurrentie, zoals Videoland of Amazon Prime of nog meer zielige initiatieven zoals Disney Plus. Maar daarvoor is een oplossing. Ik weet een Netflix Original die zoveel nieuwe abonnementen zou opleveren dat alle andere concurrentie gewoon in één keer wordt uitgevaagd. Dat is een beetje een vergezocht plan. Maar ik ga hem in deze aflevering van Frodo Reacting helemaal aan jullie uitleggen. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. Zoals jullie vast wel weten, ging op 15 april 1912 het schip Titanic ten onder. Het zonk, het botste tegen een ijsberg en toen was het opeens weg. En dit was ontzettend tragisch voor Leonardo DiCaprio. Die overleefde dit helaas niet. Maar het zorgt wel voor een van de films die het meeste ooit heeft opgehaald. Die echt talloze, duizenden, miljoenen euro's heeft opgehaald. Nog steeds. Ieder kind wat in deze eeuw geboren wordt, krijgt eenmaal in zijn leven de Titanic te zien. Ik kan me niet voorstellen dat er mensen zijn die nu deze video kijken, die de Titanic nooit hebben gezien. Voor die mensen dan die de Titanic nooit hebben gezien, heel kort even het verhaal in 20 seconden. Er is een oude vrouw die ooit een enorm duur diamant had. The Heart of the Ocean Diamond. En die vrouw ging mee op de Titanic. Dan zinkt het schip. En dan raakt ze ook de Heart of the Ocean Diamond kwijt. Er komen er onderzoekers naar haar toe en die zeggen, die diamant is superveel geld waard. Ga met ons mee op een boot. Vertel ons het hele verhaal over de Titanic, zodat we erachter komen waar die diamant nu is. Gaan we opzoeken, hebben die diamant, hebben we goud in handen. Dus zij vertelt het hele verhaal van de Titanic. En blijkbaar was ze ooit een vrouw genaamd Rose, die op de reis van de Titanic verliefd werd op een man die Jack heet. Uiteindelijk overleeft Rose het wel en Jack het niet. Tragisch einde, meest romantische film ooit. Maar, zoals jullie weten, in het filmland is een karakter nooit 100% dood. Karakters worden soms doorzeefd met kogels, of die verdrinken, of wat dan ook. En 5 afleveringen later staan ze opeens weer in levende lijven voor je. En dan was het een soort setup. En dan was er net een manier dat het niet gebeurd was. Dat zie je bij Sherlock in de serie BBC Sherlock. Dat zie je bij Elizabeth Keen in de Blacklist. Karakters zijn nooit echt dood. Zo ook zou het karakter Jack Dawson uit de Titanic zomaar eens niet dood kunnen zijn. We hebben hem immers alleen maar onder water zien gaan. En uit die verhaallijn bedacht ik en 50.000 andere YouTubers het plan voor de film Titanic 2. Het verhaal gaat zo. Opnieuw wordt er gezocht naar de Heart of the Ocean Diamond. Maar terwijl ze daarnaar zoeken, vinden ze een bevroren lichaam. En dat bevroren lichaam is zo ingevroren dat het, zodra het smelt, weer leeft. En dat lichaam is Jack Dawson van de Titanic. En dan noemen we de film Titanic 2 Jack's Back. En er is een ontzettend goede fantrailer gemaakt daarvoor, die het hele idee van de film duidelijk maakt. Die gaan we samen kijken. Is there anyone alive out there? Can anyone hear me? Heart of the Ocean Diamond. We spent weeks searching for it, and the old lady had it the whole time. She dropped it in the ocean. Now, we're going back. Back to life. Son of a bitch is down there somewhere. Steer Duncan down the hole and
baby. Are you seeing this, boss? Laser cutting complete. Warm liquid goo phase beginning. I'm going to recommend to the president that we militarize this project immediately. How long are you going to keep him sedated? The rest of his natural life, if I have to. Put him in number 9. He is a human being. But he is also something else. I don't understand how this is possible. You do have a plan, don't you? Contingency plans for something like this don't exist. The situation's never been contemplated. Well, you better start contemplating. I can get this guy, Sean. We're gonna finish this thing up today, ladies and germs. You're gonna find this son of a bitch and take him down. What do you got? You gotta be kidding. I got nothing. In a whole new world. But what happens when everything you ever knew is gone? And you must live life all over again in an unfamiliar town and in the future. Not here. Well, what do you want him for then? A cup of coffee? A little chat? Dead, Jack. Is that the truth? This summer, Jack's back. Met een soort shot van de allerlaatste scène van de Titanic. Met dat schip dat je een beetje weet van... Oké, het gaat dus over de Titanic. Met erbij 15 april 1912 om 2:30 s'nachts de Titanic. Is there anyone alive out there? Can anyone hear me? Maar dan switchen we opeens naar 2021, 100 jaar later, en opnieuw wordt er een onderzoek gedaan naar die Heart of the Ocean Diamond. En opnieuw moet die diamond gevonden worden. En daar is jarenlang onderzoek naar gedaan. En nu gaan ze terug naar de plek waar de Titanic was. The Heart of the Ocean Diamond. We spent weeks searching for it, and the old lady had it the whole time. Back. Dus, ze gaan helemaal terug naar de plek waar de Titanic nog steeds ligt, waar het wrak nog steeds ligt, op zoek naar die diamant die daar gedropt is. Maar dan komen ze daar op de bodem van de oceaan iets tegen wat niemand had verwacht. Get closer. Oh baby, baby, are you seeing this, boss? En als een soort requisiet brengen ze boven het ijsblok met daarin het lichaam van Jack Dawson. Die dan een soort Titanic survivor geweest is. Die 100 jaar lang op de bodem van de oceaan heeft gelegen. Maar doordat hij volledig is ingevroren, werkt zijn hele systeem nog. En leeft hij nog. Maar je kan hem alleen weer een soort van tot leven laten komen. Door hem uit dat blok ijs te bevrijden natuurlijk. Laser cutting complete. Warm liquid goo phase beginning. Dus dan snijden ze hem helemaal los uit dat blok.
En zoiets kan je natuurlijk nooit lang geheim houden. Een Titanic-overlever die in het jaar 2021, meer dan 118 jaar na... Dat klopt trouwens helemaal niet. Maar meer dan 100 jaar nadat de Titanic gezonken was, is er nog een Titanic-overlever die nog leeft. Dan moet je meteen de president inlichten. Dat wordt meteen gedaan. I'm going to recommend to the president that we militarize this project immediately. How long are you going to keep him sedated? The rest of his natural life if I have to. En de onderzoekers begrijpen ook wel, je kan iemand die voor het laatst levend gezien is in 1912 niet zomaar nu de straat weer opgooien. Want alles is letterlijk anders dan in 1912. 1912 was 2 wereldoorlogen eerder. Je kan je niet voorstellen wat er in al die tussentijd veranderd is. Iemand uit 1912 kan gewoon niet overleven in 2021. En dat wordt meteen begrepen. Dus ze besluiten om Jack eens even goed op te sluiten in een soort kliniek. En hem voor de rest van zijn natuurlijke leven daar vast te houden, te observeren. Misschien meer kennis te krijgen over de Titanic. Put him in number 9. He is a human being. But he is also something else. I don't understand how this is possible. Maar het zou Jack Dawson niet zijn als het hem lukt om uit die omgeving te ontsnappen, om de wijde wereld in te gaan, natuurlijk op zoek naar zijn grote liefde Rose, waarvan hij natuurlijk nog lang niet weet dat die niet meer leeft, omdat dat echt 100 jaar na de Titanic is. En eindelijk kan hij weer voet zetten op het land en in de wereld. You let him get away. You do have a plan, don't you? Contingency plans for something like this don't exist. The situation's never been contemplated. Maar wat dan? Wat als iemand ontsnapt die eigenlijk een soort van gevangen zit in zo'n onderzoekskamer? Wat zou die van plan zijn? Is hij gewoon van plan om zijn rustige leefje verder te leven? Of denkt hij na over een soort wraak voor de mensen die niet op tijd kwamen om de Titanic te redden? Wat wil zo'n man? Wat is hij van plan? Wil hij nog dingen dwarsbomen? Wil hij dingen veranderen? Als je 80 jaar lang, 100 jaar lang op de bodem van de zee ligt, misschien heb je dan wel hele radicale andere ideeën dan iedereen die gewoon geboren is in deze eeuw of de eeuw daarvoor. Dus het is handig als die man zo snel mogelijk weer terug wordt genomen in gevangenschap. We're gonna finish this thing up today, ladies and germs. You're gonna find this son of a bitch and take him down. En dan, terwijl de hele wereld op zoek naar hem is, dan zelf gaat hij maar eens op onderzoek waar hij nou eigenlijk is. En hij komt erachter dat de laatste Titanic survivor is overleden toen ze 102 was. En dat hij nu eigenlijk de laatste Titanic-overlever is. En wat doe je als je je hele leven opnieuw moet leven in een onbekende stad en in de toekomst? Now he's in a whole new world. But what happens when everything you ever knew is gone? Natuurlijk zou Jack op zoek gaan naar Rose om te kijken of ze nog leeft, of ze nog ergens is. Maar dat zal natuurlijk alleen maar uitlopen op een enorme teleurstelling. Rose is dead, Jack. Is that the truth? Dan zijn we op ongeveer 3/4 van de film. Dan starten we de soundtrack, een soort nieuwe versie van My Heart Will Go On. En dan maken we er een hele spannende achtervolgingsscènes van. En Jack die steeds meer uitvindt aan de andere kant. En de politie en de instanties aan de andere kant die hem weer gevangen willen nemen voor onderzoek en voor al dat soort dingen. This summer, Jack's back. En dan is de vraag, ontsnapt hij uiteindelijk en kan hij zijn leven in rust en vrede afleven? Of wordt hij een soort gebruikt als een soort testinstrument of je mensen kan invriezen? Neemt de politie hem weer gevangen? Wat wordt zijn doel in 2021? Wat gebeurt er als hij uitvindt dat Rose niet meer leeft? Of is het toch op enige manier nog mogelijk dat ze nog wel leeft?
En dat is het hele idee van Titanic 2. Ik gok dat miljoenen mensen deze film zouden willen zien in de bioscoop. Onder wie ik, want ik ben natuurlijk een enorm Titanic-fan. Ik heb letterlijk mijn spreekbeurt 2 keer gedaan over de Titanic. 1 keer op de basisschool. En daarna nog een keer bij een Engels presentatie tussendoor. Ik zou het zelf een ontzettend tof script vinden. Als dit zou worden uitgewerkt, ik denk dat Leonardo DiCaprio er zelf erg graag aan mee zou willen werken. Aangezien het letterlijk is waarmee hij ooit bekend is geworden. Dus ik zou eigenlijk niet inzien waarom Netflix niet gewoon een poging wil doen om een keer 1 groot succes te maken met Titanic 2. Maar daar kunnen we misschien nog wel even op hopen of even op wachten. Ik heb er expres geen patent op aangevraagd. Iedereen mag het idee gebruiken. Ik heb deze trailer ook niet helemaal zelf gemaakt. Mondje dicht. Dus we zullen zien of het ooit wordt uitgevoerd. En tot die tijd, tot ziens, tot later.